Aangezien we zelf een waterpark in de Achtertuin en Bouw zijn, dachten we, laten we eens kijken naar de vetste waterparken van de hele wereld. Zoals deze, deze, deze en deze. En we beginnen bij nummer 10, het World Waterpark in Alberta. Alberta! Nou. Nou, dit gaat best hard. Nou, nog een drop. Maar ze hebben ook nog een andere hele vette glijbaan. Oh, dit vind ik dus altijd niet leuk. Ik ben dus echt bang dat ik blijf haken achter dat klepje. Maar hij gaat wel echt insane hard deze. Ik vind vooral zijn zwembroek vrij vet. En op nummer 9 staat het World Waterpark in... Aynia Napas. In Cyprus. Eens kijken wat voor glijbanen ze daar hebben. Met schoenen. Hij gaat even met de schoenen af. Nou komt de drop. Ja! Leuk! Leuke glijbaan. Oh, en dit is de glijbaan erlangs. En die gaat zo te zien wel een stukje stijlen. Dan komt er denk ik een grotere drop. En ik heb gelijk. Goed zo. Hallo. Dan gaan we nu naar Aqualand El Arenal. Oh, wat is dit voor glijbaan? Dit heb ik serieus nog nooit gezien. Je wordt omhoog gewipt. Oh, je schiet over het water en dan blijf je wel lekker drijven. Hier ben ik nog nooit van afgegaan van zo'n soort. Maar dat wil ik wel. Tropical Island is het volgende park. Van zo lijkt het net of het buiten is, maar dat is niet. Het is gewoon binnen, in een dome. En deze glijbaan heet de Turboschroute. Aha, volgens mij gaat deze heel erg hard. Ja, en deze is ook heel lang volgens mij. Oh shit. Je gaat recht naar beneden. Huh? Die gaat wel heel snel. Huh? Wacht. Huh? Is er nou... Frans Bauer? Frans Bauer. Heb je even voor mij? Nee, dit moeten we echt niet meer doen, ja. Dit gaat echt. Oh, dit is een wild wasserbaan. Kijk, hier heb je allemaal kleine afgrondjes waar je even kan glijden. Aan deze dingen krijg je altijd zoveel blauwe plekken. Ja, in de buurt hebben wij er ook een. En ik kom altijd gewoon blauw thuis. Ja, maar... Of dat is natuurlijk van het water. Ja, het water is blauw en dat geeft een beetje af. Dat dacht ik al. Ja, op nummer 6 staat het CM Park en hier zijn wij ook een keer geweest. Hier zijn wij geweest en dit is zo'n vet park. Holy shit. Ging die zo hard? Ik weet het niet meer. Ja, kijk. Hier ga je omhoog met een versnelling. Dit is wel echt een originele glijbaan die je niet vaak ziet. Nee, en daarom vind ik dit een dikke vette 10 waard op de schaal van glijbaanreten. Ik vind dit een 8. Want dit is nog maar het begin. We komen nog bij veel vettere parken. En dus veel vettere glijbanen. Oh. Dit is echt groot. Dit is echt heel groot. Ik kan me niet meer herinneren dat ik hier ben vanaf geweest. Nee, ik ook niet. Volgens mij ben ik hier ook niet vanaf geweest. Ik weet zeker. Ik heb hier echt lang getwijfeld om vanaf te gaan. Maar ik heb het wel gedaan. Je gaat namelijk... Heel snel naar beneden en je gaat een tunnel in. En die tunnel gaat onder water door. Het volgende waterpark is Caribbean Bay. Dit blijkt een heel groot waterpark te zijn. Dit is zo'n groot golfslagbad. Ja, kijk hoeveel mensen in dat zwembad zitten. Dit is zo'n looping glijbaan volgens mij. Ja, en dat zijn er 4 naast elkaar. En wat deze meneer nu aan het uitleggen is dat hij bang is. Kijk, zeg eens. Maar ik denk dat je in de buis niet echt door hebt dat je over de kop gaat. Nee, je valt ook gewoon echt naar beneden, hè. Ja. Kijk zo'n gezicht. En je vindt het niet leuk. Dit waterpark heeft de snelste glijbaan ter wereld. Nu ben ik wel echt benieuwd hoe hard die gaat dan. Dit kind is heel klein tegenover deze glijbaan. Kijk hoe hoog dit is. Je ziet, je ziet de hele zee. En het kind verdwijnt. Oh shit man. Die gaat echt stijl. Die gaat gewoon bijna niks. Ik heb nu al kriemels in mijn buik als ik ernaar kijk. Ik heb ook kriemels in mijn buik, maar dat komt volgens mij omdat ik honger heb. Dit is een iets ander waterpark dan dat we allemaal gewend zijn. Dit is Area 47. Check deze glijbaan. Oh, dit is een ramp. Oh shit. En die vliegt hoog. Dit vliegt best ver. Maar daarom moet je waarschijnlijk ook een helm op en een vest. En een blob. Hier wil ik echt in. Zo dik explosie. Dit is allemaal gemaakt van staal. Ja, maar weet je waarom dat is? Nee. Omdat het in Oostenrijk is. En het daar sneeuwde altijd. En het bevriest. Dus daarom hebben ze dit materiaal daarvoor gekozen. Bedenk me nu net pas. Maar dat is best logisch eigenlijk. De cannonball. Huh? Wat is dit voor glijbaan? Huh? Als je erin bent geweest, heb je sowieso een whiplash. We zijn alweer bij nummer 2 aangekomen. Aqua Venture Waterpark in Dubai. En hier verwacht ik dan weer veel van. Ja, want in Dubai hebben ze alles 10 keer groter dan normaal. Oh, dit ziet er al heel futuristisch uit. Ja, het ziet er heel professioneel uit. Oh, hele mooie crocs. Het zijn sandalen. Crocs. Sandalen. Crocs. Sandalen, zie je toch? Crocs. Je ziet niet dat het sandalen zijn. Oh, hij gaat al. Oh, hij gaat. Ik was aan het kijken naar de crocs. Fucking... Wat? Deze gaat echt heel hard. Of wil je dat zien? Of wil je dat schnitzel? Ze gaan er gewoon met 15 man van 1 glijbaan af. Daar gaan ze. Ik zou het best eng vinden, want ik zie dit ding wel eens over de rand vliegen. Ik wou net zeggen, stel je vliegt hier over de rand. Oh. Oh. Ja, ik vind onze glijbaan serieus denk ik wel dikker. Holy shit. Oeh, van een piramide af. Dit lijkt heel veel op die van net. Maar deze... ik heb het gevoel dat deze hoger is. Ja, en dat deze nog epischer is. Oh, je ziet het gat gewoon. Nee. Hij schreeuwt alsof dit zijn laatste schreeuw was. Deze gaat echt hard. Zie je hier die ingang? Ja. Je moet zo liggen. Als je pronkelijk zo gaat liggen, je kop er tegenaan knalt, dan zien jullie nu wat er gebeurt.
Een blauw plekje. Blauw plek, blauw plek. Daar gaat hij. Ik ben benieuwd wat er gaat komen, want we weten ook niet hoe die eruit ziet. Nee. We zien ook niks. Ik zie je Frans Bauer gewoon maar. We zitten al 10 seconden naar een zwart scherm te kijken. En Frans Bauer. Hij is in een bak onder water. Er zitten allemaal vissen daarboven. Holy shit, er zijn ook nog grote vissen. Is dat een haai? De nummer 1. En dit is Aquatica. Hoge verwachtingen. Die van net was heel cool. Maar ik ben toch wel benieuwd wat hier moet gaan gebeuren. Het ziet er in ieder geval reusachtig uit. Ik zie echt heel veel glijbaan. Oh, deze glijbaan ziet er erg agressief uit als je het mij vraagt. Ja? Oh shit! Damn! Kijk, dit ziet er echt nice uit. Yep, deze is vet. Kijk! Stinkt zo hard! Oh, dit is zo'n hele grote ronde. En dan word je opgeslurpt in de midden. Deze heeft boosters. Hier word je afgeschoten, denk ik. Ja, hier word je echt afgeschoten. En dan kom je hier in een koker terecht. Wat is hoe ik dat ook noem. Dit is een bal. En dit allemaal in één glijbaan. Wat is dat? Dit is een Glow Movies t-shirt. En wat is dit? Dat is de achterkant van het Glow Movies t-shirt. En die zijn nou te krijgen op www.glowmovies.nl. Dus het klopt niet! Want dit is het Waterpark Editie shirt. En die zijn nog maar even te verkrijgen, dus ik zal maar snel kop. En dat is het einde van het video, doei! En vergeet niet te abonneren, want we hebben daar bijna 1000 abonnees.